Yo beste mensen, bedankt voor het kijken naar een nieuwe video van Noordenrij het Wijst. Vandaag ga ik geen 5 CBA vragen met jullie behandelen, maar ik ga het verschil tussen een rijverbod en een rijontzegging uitleggen. Nou, je hebt de termen vast wel gehoord, rijverbod en een rijontzegging. Deze woorden lijken super veel op elkaar, maar hebben toch een andere betekenis. Nou, wat houdt een rijverbod in? Heel simpel, het woord verraadt het eigenlijk al. Rijverbod. Je krijgt dus een verbod opgelegd op het rijden van alle voertuigen. Dus bij een rijverbod mag je ook geen fiets besturen. Want nogmaals, je hebt een verbod gekregen op het rijden. Zo'n rijverbod kan je krijgen als je bijvoorbeeld onder invloed hebt gereden van alcohol, drugs of een bepaalde medicatie hebt genomen. En een rijverbod duurt maximaal 24 uur. Nou, wat is een rijontzegging? Een rijontzegging kan je krijgen als je te hard hebt gereden. Wanneer je een rijontzegging hebt gekregen, mag je geen motorvoertuigen besturen. En de rechter bepaalt dan wanneer je rijbewijs terugkrijgt. Dus je mag geen auto, geen motorfiets, geen bromfiets en geen snorfiets rijden. Oké, nu gaan we door naar de oefenvragen. En dan moet jij gewoon toepassen wat je net geleerd hebt. Vraag nummer 1. Rapper Boef mag voor 1,5 jaar geen motorvoertuigen besturen. Heeft hij dus een rijverbod of een rijontzegging gekregen? En het antwoord is, juist, een rijontzegging. Want een rijverbod duurt maximaal 24 uur. En dat betekent dus dat hij een rijontzegging heeft opgekregen van de rechter in verband met het te snel rijden. Vraag nummer 2. Mag Boef dus wel een fiets besturen? En dan is het antwoord, ja. Want bij een rijontzegging mag hij geen motorvoertuigen besturen. Nogmaals, een fiets is geen motorvoertuig. En de laatste vraag. U heeft een rijverbod gekregen. Mag u naar huis fietsen? Dan is het antwoord nee. Want bij een rijverbod mogen we nogmaals helemaal niets rijden. Dus ook geen fietsen. Niets, nada, niente. Wil jij ook op deze manier leren? Ga dan op www.rij-het-wijs.nl. We zijn de beste, goedkoopste, voordeligste, betaalbaarste online theoriecursus van Nederland. Voor maar 29,99 krijg je al toegang tot al onze video's. Daarin worden alle belangrijke onderwerpen van het CBA behandeld. Je krijgt toegang tot onze PDF-bestanden. Een begrippenlijst, eentje met alle verkeersborden en eentje gaat over de rijbewijzen. En tijdens de cursus krijg je ook toegang tot 5 of 10 oefenexamens. Dat zijn 500 examenvragen. Wil je alleen toegang krijgen tot de oefenexamens? Dat kan ook. Dat kan voor maar liefst 4,99. Trouwens, de PDF-bestanden kun je nog steeds gratis downloaden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is, je moet je registreren op onze account. Dan klik je op Mijn Rij Het Wijst en dan kun je de 3 PDF-bestanden downloaden.